Goedemorgen allemaal. Om te beginnen wil ik mede namens Anne de Munter, Fred van Lieburg bedanken voor de uitnodiging om hier ons onderzoek te presenteren. Meer dan 10 jaar geleden ben ik begonnen met onderzoek naar de vaccinatie in de reformatorische gezindten. En Anne de Munter zet dit onderzoek nu voort. In Nederland kennen we het Rijksvaccinatieprogramma, waaraan alle kinderen gratis vaccinatie wordt aangeboden tegen een 12-tal infectieziekten. Dat zijn DKTP, difterie, kinkhoest, tetanus en polio, BMR, de bof, mazelen, rode hond. Er zijn verschillende vaccins tegen verschillende bacteriën die hersenvliesontsteking veroorzaken, een vaccinatie tegen hepatitis B, en ook tegen baarmoederhalskanker. De vaccinatiegraad in Nederland is eigenlijk altijd heel hoog geweest. Jarenlang is die voor de meeste vaccinaties, behalve de baarmoederhalskanker, meer dan 95% geweest. De laatste jaren iets minder, maar nog steeds ruim boven de 90%. Het vaccinatieprogramma in Nederland dat is begonnen eind jaren 50. Na een grote polio-epidemie in 1956. Polio, ook wel bekend als kinderverlamming, dat is een ziekte die veroorzaakt wordt door een virus wat heel gemakkelijk van mens op mens kan worden overgedragen. In de eerste helft van de 20e eeuw zagen we in de westerse wereld grote epidemieën van polio. En zo was er dus ook in Nederland in 1956 een grote epidemie. Met meer dan 2000 ziektegevallen en 70 overlijdens. Eind jaren 50 werden er ook vaccins ontwikkeld tegen polio. Eigenlijk waren er twee verschillende vaccins. Eén vaccin op basis van druppels die op suikerklontjes werden uitgedeeld. En een vaccin in de vorm van injecties, wat net wat eerder gereed was en wat we in Nederland dus in 1957, na die grote epidemie, direct hebben ingevoerd. En dat bleek heel effectief te zijn, want we zien dat de ziektegevallen door polio na de invoering van de vaccinatie heel snel afgenomen zijn. In de jaren 60 zagen we eigenlijk al bijna geen polio meer in Nederland, met uitzondering van enkele kleine uitbraken. En die uitbraken waren in dorpen met een lage vaccinatiegraad vanwege religieuze bezwaren. Dat was bijvoorbeeld in Kesteren en op Tholen. Ook zagen we in 1971 een grotere uitbraak in Staphorst. Daar waren toen 39 patiënten. En voor die uitbraak was ook heel veel media-aandacht. En dat leidde ook tot veel maatschappelijke discussie. Daarna zijn er nog twee polio-epidemieën geweest in de Bijbelbelt. Eén in 1978 en één in 1992. En wat daarbij opviel was dat deze epidemieën zich verspreidden over de hele Bijbelbelt. Die waren niet meer beperkt tot één dorp of één plaats. Maar dat verspreidde zich echt van het ene dorp naar het andere dorp. En we denken dat dat komt doordat er in die tijd steeds meer mobiliteit was, dat er steeds meer eigen autobezit was, dat mensen veel meer contacten buiten de regio hadden. En wat waarschijnlijk ook meespeelt is dat er in die tijd ook reformatorische middelbare scholen opkwamen, waarbij kinderen uit een groot gebied allemaal elkaar tegenkwamen op school en dat op de school de ziekte zich dus heel makkelijk kon verspreiden. Tijdens die epidemieën werd er ook steeds vaccinatie aangeboden aan mensen die nog niet gevaccineerd waren. Maar daar werd door de doelgroep, door de mensen met religieuze bezwaren, eigenlijk heel weinig gebruik van gemaakt. Op de onderste foto is een rij wachtende zichtbaar bij de GGD Rotterdam. Ten tijde van de laatste polio-epidemie, maar dat bleken eigenlijk vooral mensen te zijn die om andere redenen niet gevaccineerd waren en nog een inhaalvaccinatie hebben gehaald. Maar vanuit de reformatorische gezindten was er weinig animo voor inhaalvaccinaties.
We zien de samenhang tussen de vaccinatiegraad en de reformatorische gezindte, hier vertaald als SGP-stemmers nog steeds. Op de rechterkaart zien we de SGP-stemmers met het bekende patroon van de Bible Belt. En op de linkerkaart zien we per gemeente het percentage kinderen wat helemaal geen enkele vaccinatie heeft gehad. Dat percentage is in Nederland heel erg laag, maar duidelijk wel verhoogd in de Bible Belt. Ook voor de bof-mazelen-rode hond vaccinatie, de BMR, zien we datzelfde beeld. Hoewel er ook andere groepen zijn die bezwaren tegen deze vaccinatie hebben, zien we ook hier weer duidelijk een concentratie van een lage vaccinatiegraad. Dus de donker gekleurde gemeente op de linkerkaart, die vergelijkbaar is met de donker gekleurde gemeente van de SGP-stemmers op de rechterkaart. En tot slot zien we hier nog een keer hetzelfde patroon, maar dit gaat over de mazelenepidemie van 2013-2014. En ook daar zien we dat de ziektegevallen zich concentreren in de Bible Belt. Bij die epidemie waren er in totaal ongeveer 2700 patiënten gemeld. In werkelijkheid waren het er wel 10 keer zoveel. En dat betrof eigenlijk vrijwel allemaal ongevaccineerde en voornamelijk ongevaccineerde kinderen. En in deze grafiek zien we het verloop van de mazelenepidemie van 2013 in de tijd. En de balken, daar wordt aangegeven van hoeveel patiënten er waren ongevaccineerd en wat de reden was van niet-vaccinatie. De blauwe balken, dat zijn de patiënten die op religieuze redenen niet gevaccineerd waren. En dat is duidelijk de overgrote meerderheid. Als je dan van de andere kant kijkt van hoeveel mensen zijn er in Nederland niet gevaccineerd, daar zijn de religieus bezwaarden een minderheid. Maar wat ik net ook al zei, van juist door de sociale en geografische clustering is het voor een virus, kan een virus zich heel makkelijk verspreiden bij al die onderlinge contacten tussen de mensen. En dat zien we heel sterk in de reformatorische gezindte. En dat zien we veel minder sterk bij andere groepen die niet vaccineren, zoals bij de kritisch prikkers of de antroposofen. Zij worden veel meer beschermd door de groepsimmuniteit om hen heen. We hebben niet alleen gekeken naar de vaccinatie vaccinatiegraad op landelijk niveau. We hebben ook binnen de reformatorische gezindte gekeken naar de vaccinatiegraad. Daar hebben we verschillende onderzoeken naar gedaan, ook op verschillende manieren dat onderzocht. Maar we zien eigenlijk steeds hetzelfde beeld van dat de vaccinatiegraad heel sterk verschilt tussen de verschillende kerken. De PKN, de Gereformeerde Bond en de Christelijk Gereformeerde Kerken hebben eigenlijk een hele hoge vaccinatiegraad die vergelijkbaar is met de rest van Nederland, net iets lager. De Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeente hebben een matige hoge vaccinatiegraad, zo tussen de 50% en 60%. En de Gereformeerde Gemeente in Nederland en de Oud-Gereformeerde Gemeente hebben een heel lage vaccinatiegraad, minder dan 20%. De data op deze dia zijn al wat ouder, 10 jaar oud, maar we hebben dat onderzoek nog een keer herhaald. En daar zien we eigenlijk weer hetzelfde beeld met een hoge vaccinatiegraad bij de PKN en de Christelijk Gereformeerde Kerken. Matig bij de Gereformeerde Gemeente en de Hersteld Hervormde Kerk en heel laag bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland en de Oud-Gereformeerde Gemeente. In dit onderzoek hebben we daarnaast ook nog gekeken naar het verloop van de vaccinatiegraad over de generaties. We hebben hier aan de deelnemers, dat waren in deze slide de ouders, mensen tussen de 18 en 40 jaar, hebben we gevraagd of ze zelf gevaccineerd waren, of dat hun ouders gevaccineerd waren en of dat ze hun kinderen hebben laten vaccineren of van plan zijn om dat te doen.
En daar zien we dat over de tijd heen er een duidelijke stijging is van de vaccinatiegraad. Eigenlijk in alle kerken, maar dat die in de meest conservatieve kerken is wel een stijging zichtbaar, maar is de vaccinatiegraad nog steeds heel erg laag. Tot slot hebben we onderzoek gedaan naar de besluitvorming over vaccinaties. En als je kijkt bij de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma's, dan zie je bij het besluitvormingsproces van de ouders dat er op basis van de manier van besluitvorming en de uiteindelijke uitkomst wel of niet vaccineren, er vier groepen te onderscheiden zijn. Er is een groep traditioneel niet vaccinerende ouders die eigenlijk de traditie in hun familie volgen. Dit zijn vaak mensen uit de meest conservatieve kerken. En als argument waarom ze hun kinderen niet willen laten vaccineren, geven ze vooral de goddelijke voorzienigheid. En dan met name dat het niet geoorloofd is om de kinderen te vaccineren. De theologische argumenten die August net noemde. Een tweede groep zijn wel overwogen niet vaccinerende ouders. Dat zijn vaak echtparen waarvan de een wel gevaccineerd is en de ander niet. Als zij na langdurig beraad besluiten om hun kinderen toch niet te laten vaccineren, dan is het argument ook vanuit de goddelijke voorzienigheid, maar meer het vertrouwen op God. Dat is meer het spirituele wat August net noemde. Er is daarnaast een groep wel overwogen wel vaccinerende ouders. En dit zijn vaak mensen die zelf niet gevaccineerd zijn, maar die na lang wikken en wegen tot een ander oordeel zijn gekomen. En voor hen speelt de eigen verantwoordelijkheid van de mens een belangrijke rol. Zij beschouwen vaccinatie als een geschenk van God dat je in vertrouwen mag gebruiken. En tot slot zijn er de groep traditioneel wel vaccinerende ouders. Zij leggen eigenlijk geen enkele relatie meer tussen geloof en vaccinatie. En op grond van dit onderzoek hebben we een brochure ontwikkeld over vaccinatie, voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. En het doel van die brochure was om de weloverwogen besluitvorming over vaccinatie te stimuleren. En op dat punt gaat Anne nu verder. Ja, mijn naam is dus Anne de Munter. En ik zal in aanvulling op het verhaal van wat Helma u zojuist heeft verteld, ga ik in op een onderzoek waar we heel recent mee bezig zijn. Dat onderzoek is ook zeer gericht juist op de besluitvorming en het besluitvormingsproces binnen de reformatorische gezindten. En in dit geval ging het wel om de kinkhoestvaccinatie die tijdens de zwangerschap gegeven wordt. En omdat dit dus vooral een vaccinatie is die vrouwen betreft, hebben we dat gedaan onder reformatorische vrouwen. Nou, ik zal u allereerst iets vertellen over waarom nou deze vaccinatie. Het was zo. Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor pasgeborenen. Dus is de gezondheidsraad ook heeft advies uitgebracht van op welke manier kan met vaccinatie nou deze doelgroep in het bijzonder beschermd worden. Nou, de methode is daarbij door de zwangere vrouw te vaccineren. De zwangere vrouw maakt antistoffen aan, geeft die mee aan de baby, waardoor die baby de eerste paar maanden van het leven beschermd is tegen kinkhoest. Nou, waarom hebben wij dit onderzoek uitgevoerd binnen de reformatorische gezindten? Dat is omdat wij weten dat er binnen deze groep vooral wat meer vaccinatietwijfel ook bestaat. Nou, en het ging ook nog eens om een nieuwe vaccinatie, dus wij waren benieuwd naar waar zit nou, hoe ziet de besluitvorming eruit? Ook om te kunnen kijken van nou, wat hebben vrouwen nodig om een goed besluit te kunnen nemen? En wij hebben dat gedaan aan de hand van interviews en online groepsgesprekken. In 2017 en 2018. En dat was voordat de vaccinatie daadwerkelijk werd ingevoerd in het Rijksvaccinatieprogramma. Dus deze vrouwen hebben gedacht over een vaccinatie die voor hen in de toekomst pas zou gaan spelen. En hieronder ziet u de twee taarten. Wat we niet hebben gedaan is de linkertaartpunt. Dus we hebben niet gekeken van is nou uiteindelijk het besluit van de vrouwen om juist wel of niet te vaccineren. Dus we hebben niet naar het uiteindelijke resultaat gekeken, maar we hebben gekeken naar het veelkleurigheid van het palet, hoe die besluitvorming is opgebouwd.
Nou, in de volgende dia's zal ik u meenemen met de belangrijkste resultaten van het onderzoek. En wij konden aan de hand van de resultaten konden wij ons het besluitvormingsproces opbouwen uit verschillende fases. En het besluitvormingsproces begint op het moment, hè, op het moment dat de vrouw er kennis van verneemt dat deze vaccinatie voor haar bestaat en van toepassing is. Nou, en veelal begint dat op het moment dat de verloskundige vertelt dat zij die mogelijkheid heeft. Nou, dat leidt uiteindelijk tot een besluit, maar wordt daaraan vooraf gegaan, wat wij uit ons onderzoek haalden, was een oriëntatiefase en een overdenkingsfase. En ik beschrijf de fases als eerst oriëntatie en vervolgens de overdenkingsfase, maar die kan ook op hetzelfde moment bestaan. Nou, als we dan kijken naar de oriëntatiefase, van waar is die nou uit opgebouwd? Nou, enerzijds vonden wij heel duidelijk een behoefte aan informatie, maar daarnaast ook de behoefte om gesprekken te voeren over de betreffende vaccinatie en de mogelijkheden die vrouwen hebben daarbij. Van wie wilden die vrouwen bijvoorbeeld de informatie krijgen? Nou, dat was vooral van de zorgverlener die haar de vaccinatie aanbiedt. Maar vervolgens wilden veel vrouwen ook zelf op zoek gaan naar informatie. En dat was een hele actieve houding die vrouwen daarin wilden aannemen. Dus dat zij zelf die verantwoordelijkheid voelde om zelf informatie te zoeken die zij relevant vond. Ze wilden dat de informatie ging deels over ziekte. Hè, bijvoorbeeld hoe gevaarlijk is de ziekte voor mij of hoe gevaarlijk is de ziekte voor mijn baby. Maar ook hoeveel komt het voor? En anderzijds de vaccinatie. Dus hoe effectief is de vaccinatie en heeft de vaccinatie bijwerkingen? Hè, zou het gevaarlijk kunnen zijn voor mijn baby op de langere termijn? En dat was ook, veel vrouwen zeiden ook van nou, ik wil eigenlijk alle informatie die ik niet heb, wil ik verkrijgen zodat ik dat mee kan nemen in mijn afweging, in mijn besluit. En wat daarbij ook aan informatie waar zij behoefte aan hadden, was de religieuze en de ethische standpunten. Hè, waar ze dus ook zelf informatie over wilden lezen. Nou, en als we dan kijken naar de behoefte aan de gesprekken. Nou, allereerst was een hele belangrijke persoon daarin voor hen hun echtgenoot, omdat dat ook de persoon was met wie zij uiteindelijk het besluit zouden gaan nemen. Maar anderzijds waren ook vriendinnen, familie, andere zwangere vrouwen, geliefde gesprekspartners. Ook het stukje de religieuze standpunten willen bespreken was iets wat zij graag wilden doen, maar vooral ook snel met gelijkgestemden of mensen met wie zij zich op hun gemak voelden. En dat konden mensen zijn met dezelfde geloofsachtergrond, maar ook bijvoorbeeld met een vriendin die misschien uit een ander kerkverband kwam, maar bij wie ze zich wel gemakkelijk konden uiten. Wat we ook vonden was dat er sommige vrouwen zeiden van nou, ik zou ook dieper met de zorgverlener over het onderwerp willen spreken. Maar dat ging dan niet zozeer over de geloofsstandpunten. Dat ging echt over het medische onderdeel. Nou, en zoals ik al zei, hebben wij interviews en online groepsgesprekken gehouden. Dus wat ik ook u wil laten zien, was verschillende uitspraken die door vrouwen werd gedaan. Nou, als we dan kijken naar de eerste uitspraak, wat erin was, een vrouw geeft aan ze van op welke manier zij zich informatie tot haar zou willen krijgen. Ik zie nou trouwens dat dat de tweede bullet is, ik zal hem toch even noemen. Hier staat bijvoorbeeld, je leest in de krant, het Reformatorisch Dagblad, je leest de Degen, je leest, nou, bijvoorbeeld zo'n boekje van de NPV wat binnenkomt. En daar bedoelde zij de brochure over de standpunten vanuit geloofsoptiek. En wat u bij de eerste bullet ziet, is dat veel vrouwen dus zelf ook informatie wilden opzoeken. Hè? Dus zelf een actieve houding zouden willen aannemen ten aanzien van het zoeken van informatie. Zoals de eerste vrouw noemde, hè, internet was heel populair. Ik zou Google gaan raadplegen en gewoon heel veel informatie willen hebben. Vrouwen waren ook wel kritisch over de informatie die zij dachten te krijgen. Zoals u leest in de laatste bullet. Je merkt dat er echt reclame gemaakt wordt om deze vaccinatie of deze inenting wel te laten doen. Ik heb het gevoel dat er ook dingen niet gezegd worden. En dat die kritische houding was ook een reden voor vrouwen om dan juist daarop volgend zelf ook informatie op te gaan zoeken, dus over de andere kant van de vaccinatie. De uitspraak over de behoefte aan gesprekken. Wat ook vooral gebruikt werd om een volledig beeld te krijgen van alle standpunten die misschien juist ook bij anderen leven over de vaccinatie.
Dus meer om je eigen mening te vormen, of tenminste om te horen wat andere mensen voor afwegingen maken. Ja, soms kunnen er best wel andere gezichtspunten in zitten, die je zelf niet hebt gezien of over het hoofd hebt gezien. Nou, als we dan kijken naar de overdenkingsfase, die ofwel daarnaast ofwel aansluitend aan de oriëntatiefase plaatsvindt. Wat wij zagen was dat het een heel persoonlijk proces was voor vrouwen. Echt een moment waarop zij zelf stil wilden staan van wat vind ik nou belangrijk in deze vaccinatie? Wat is voor mij nou? Wat geeft voor mij nou een doorslag om uiteindelijk tot het besluit te kunnen komen? En wij hebben dat benoemd als een soort waardeoverweging. En daarin kwamen verschillende hoofdwaarden naar voren. De verantwoordelijkheid als ouder, geloofsovertuiging en gezondheid. En ik zou je ook weer meenemen aan de hand van deze verschillende waarden. Verantwoordelijkheid als ouder. Uiteindelijk ben ik zelf verantwoordelijk voor het ongeboren kindje. In die zin dat ik zorg draag voor mijn eigen lichaam tijdens de zwangerschap. En op die manier de omstandigheden zo optimaal mogelijk maak. Die verantwoordelijkheid kan ik niet bij een ander neerleggen. Nou, vooral in het laatste zin leest u het heel duidelijk terug, hè, van die verantwoordelijkheid kan ik als ouder niet bij een ander neerleggen, dat ligt bij mij. Maar, dat had ik u nog niet verteld, maar dat die waarden konden ook overlap kennen of door elkaar heen gevlochten zijn. En dat leest u eigenlijk ook terug, hè, in het stukje van ik wil goed voor mijn eigen lichaam zorgen tijdens de zwangerschap, wat ook weer met gezondheid te maken heeft. Geloofsovertuiging. En wat we hier bij de verschillende waarden, ik zal ze niet weer opnieuw meenemen, maar dat is echt ook wat August Moens dus vanochtend heeft verteld en wel Helma Ruis, wat ook in de besluitvorming ten aanzien van van de geloofsovertuiging verschillende waarden allemaal met elkaar verweven zijn. En wat ook voor sommige personen als worsteling ervaren kan worden. He, van een soort tweestrijd van enerzijds vind ik deze waarde heel belangrijk hierin en ook juist de andere waarden. En hoe verbinden ze, hoe verhouden ze die zitten tegenover elkaar. Zoals deze persoon zei van we hebben onze eigen verantwoordelijkheid en mogen ook van die middelen gebruik maken. Haar overtuiging die ze in deze heeft. Maar dat wil niet zeggen dat we ons klakkeloos overal tegen willen indekken. Wat ook weer heeft met de maakbaarheid van de situatie. Hè? Hoe maakbaar wil ik de wereld? En als laatste de waarde gezondheid. Zoals deze vrouw aangeeft, als kinkhoest heel veel in mijn omgeving voor zou komen, of misschien zelfs een sterfgeval, dan zou dat zeker meetellen. Nou, en enerzijds ging dat over ziekte en de vaccinatie en de gezondheid daaromtrent. Maar juist in het bijzonder omdat het een vaccinatie was die tijdens de zwangerschap gegeven werd, werd dat ook door veel vrouwen aangehaald van zelf zorg willen dragen voor een gezonde zwangerschap. En dat dus ook heel erg sterk meetelt in de besluitvorming ten aanzien van de vaccinatie. Nou, zoals ik u aan het begin al zei, is dat wij niet hebben gekeken naar wat voor een uiteindelijk besluit komen zij. Zouden ze kiezen voor wel of niet vaccineren? Dat was niet het doel van het onderzoek. Maar eigenlijk ook niet op dat moment voor deze vrouwen van toepassing. Omdat op dat moment de vaccinatie nog niet was ingevoerd in het Rijksvaccinatieprogramma. Maar wat vrouwen zeiden van, ik wil uiteindelijk tot een heel wel overwogen besluit komen. En dat liefst samen ook met hun echtgenoot en uiteindelijk ook samen achter dat besluit kunnen staan waar ze op uit was gekomen. En wel overwogen impliceert wellicht dat het om een heel langdurig of een uitgebreid proces ging, maar dat hoeft niet. Voor sommige vrouwen die zeiden van, ik hoor van de vaccinatie, ik lees daarover en misschien kom ik al heel snel, dan hebben we het meer over enkele dagen, kom ik heel snel tot een wel overwogen besluit. Voor anderen die dat oriëntatieproces heel uitgebreid zouden willen uitvoeren met veel lezen, veel gesprekken, die kwamen eerder uit op weken of misschien wel maanden, totdat ze tot het uiteindelijke besluit zouden komen. Nou, en wat ik als laatste nog zou mee willen geven aan de zorgverlener, want dat was natuurlijk ook een reden waarom wij het onderzoek hebben gedaan, is van hoe kunnen deze vrouwen nou het beste ondersteund worden in hun besluitvormingsproces. Dat was wat ik ze zou mee willen geven is, informeer vrouwen altijd over de mogelijkheid dat de vaccinatie bestaat. En wel omdat sommige vrouwen wellicht al snel zouden neigen naar niet vaccineren. Bijvoorbeeld omdat ze zeggen, ik vaccineer mijn kinderen ook niet, dus dan zou het gek zijn als ik dan deze vaccinatie wel zou nemen.
Maar ze zeiden allemaal, ik zou evengoed wel willen weten dat de vaccinatie bestaat, omdat ik degene ben die daar uiteindelijk over besluit of ik het wel of niet zou willen. Wat ook belangrijk is, is dat vrouwen voldoende tijd hebben om dat besluit te nemen. Hè, omdat sommige mensen ook een wat langer besluitvormingsproces nodig hebben. En dat is op dit moment gelukkig in het Rijksvaccinatieprogramma ook het geval. Dus op het moment dat een vrouw geïnformeerd wordt over de mogelijkheid dat ze zich kunnen laten vaccineren, dan hebben ze nog een tijd de mogelijkheid om erover na te denken of ze dat uiteindelijk wel of niet zouden willen. En biedt waar gewenst aanvullende informatie en de mogelijkheid om te voeren tot een gesprek of een verdiepend gesprek hierover. Lang niet alle vrouwen zullen hier gebruik van willen maken, maar ze weten ook misschien niet dat de mogelijkheid bestaat om dit wel te doen. En het kan zijn op het moment dat een vrouw informatie heeft gelezen, toch weer opnieuw denkt van nou, ik wil wat aanvullende gesprekken of een aanvullende informatie hierover. Dus daarom zou ik aan zorgverleners willen adviseren van nou, bied die ruimte altijd. Nou, dat was het einde van de presentatie. Helma en ik willen allebei, alle deelnemers aan de onderzoeken, heel hartelijk danken. En ook de sleutelfiguren die ons hebben geholpen om de personen voor de interviews en de online focusgroepen te bereiken.